Wat doen wij hier op Donderhooggrond, Thea? Plezier hebben. Plezier hebben staat voorop. Hè? Ja. Een stick in de hand en daar gaan we. En moet je echt hockeyervaring hebben om dit te doen? Inzet is belangrijk, ik wil het een beetje leren. Ja, er zitten er wel bij die gehockeyd hebben, dat weten we. Maar die passen zich aan. Ja, het is gewoon gezellig. We zijn wel allemaal 60 en de oudste is 74. De groep bestaat uit 16, 17 mensen als ze allemaal komen. Je hoeft niet te zeggen, je mag komen, je hoeft niet je af te melden. Nee. Gezellig als je komt. Ja, als je er om 9:15 bent, is het goed. Heel graag. Ja, maar dat is toch leuk van triphockey? Van de laatkomers. Dan mag je laat komen. Dat ze niet te laat zijn. Ik heb gefietst speciaal om warm te worden. Heel goed, maar nu iets eerder van huis. Ja, dat is waar. Oké. Okay. En we bouwen het wel op, hè? Het is niet zo dat je ineens achter die bal aan moet. Nee, de indeling is eigenlijk zo. Helen die verzorgt altijd warming-up en de strekoefeningen. Jij of ik doen de trainingsopbouw en dan het spelletje. Eerste die neemt de bal, loopt naar de eerste pion. Terug, geeft de bal daar, loopt door. We hebben bij ons ook al mensen die een beetje hardhorend zijn. En dat zorgt eigenlijk alleen maar toch voor een hele tijd. Ja, dat is alleen maar. Ja, hè? Die hebben dan niet helemaal goed gehoord hoe de oefening in elkaar zit. Maar dat. Maar we helpen elkaar. Mensen, we staan weer bij de rode pion. Met z'n vieren. Ja. Het is eigenlijk toch een voorbeeld van zo'n participatiemaatschappij. Ja. We helpen elkaar. We helpen elkaar, ja. Het loopt heel erg leuk en eigenlijk al lang. Maar dat wil niet zeggen dat er niet mensen bij kunnen. Want het gaat heel goed. Ja, het is gewoon een hele leuke club. Je bent buiten, je bent bezig. Iedereen kan op zijn eigen niveau. Ja. En we zijn ook allemaal van verschillende pluimage. Ja. En het de koffie na afloop. Het bakkie na. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Alle lief en leed wordt gedeeld. Ja. Welkom. Ja, heel leuk. Alle talent, alle niet-talent, we nemen je op. Ja, tot ziens.